Kinderen? Ja. Dan moet jij dan. Ik ga de foto van je maken. Alleen op het bier. Dit is iets goed gegaan. Je kunt het horen, hè? Kruipjes. Ording Corporatie Portaal heeft een hele mooie garage ter beschikking gesteld. Ze hebben daar verlichtingen aangebracht en daar wordt gewerkt. En de bank is al bijna klaar. Laten we even kijken. Dieke. Hallo. Dieke is lekker aan het werk aan de bank. En wat vind je zo leuk aan Dieke om dit te doen? Ik vind het leuk om zo'n hele blanco bank zo langzamerhand zo kleurrijk te zien worden. Ja, hij wordt mooi, hè? Ja. Die bank is natuurlijk ook een stukje van jou. Ja, dat is ook heel leuk. Vertel eens, Gijs, wat is zo leuk aan mozaïeke? Een heleboel, de kleurtjes, de motieven, de vorm, je ziet iets, wat je maakt met z'n allen, hè? Oké, jij hebt er echt plezier in, hè? Ja, en waar je straks ook op gaat zitten met z'n allen, dat is de bedoeling dan, hè? Ja. Als we dat dan met z'n allen gaan doen, dan wordt het heel leuk. Die stukjes die worden dus op maat geknipt, in de tang. Die stukjes zijn van glas, die worden in de verse lijn gestopt. En als dat gedroogd is, dan gaat de bak afgewerkt worden. Hier zien we Fatima Achwan aan het werk. Een beetje inzoomen op wat ze aan het doen. Ze zijn een grote vlak aan het invullen. Maar allemaal stukjes samen met Annemie. Die staat hier. Ze zijn bochtjes aan het doen. En bochtjes die moeten weer met een soort baksteentjes gedaan worden. Want als je daar een heel tegeltje op doet, dan gaat het kantelen. En dan gaat het prikken, dus dat kan niet. Ja, ik vind het mooi werk. En dat is samenwerken. Is mooi. Ja, vind je het leuk dat er een bank komt te staan in de wijk? Ja, dat is ook leuk. Er wordt gewoon mooi hier wat Smitsveen te staan. Dat is leuk voor een mooi gezicht en mooi outfit, hè? Ja. Zeker. Dit zijn de tekeningen van de kinderen van de basisschool de Egelantier. Ze hebben allemaal tekeningen gemaakt. We hebben er 4 uitgezocht. En die zitten op de zijkant van de bank, zodat die bank ook een stuk van hun is. En de rest van de bank, daarvan zijn ontwerpen gemaakt waar Annemie op in kan. En Annemie is ook de leidster van dit project. En zij gaat samen met alle haar medewerkers die bank helemaal afmaken. Met je handen bezig zijn en iets leuks voor een ander maken. Ja, is het ook een beetje verstand op nul? Of niet? Ja, ook wel. Ja. Heb je het idee dat je iets voor de buurt doet? Of, Ja. Dat hebben wij ook al gedaan, maar dat is niet van mij uitgekomen. Dit is Marieke. Die is bezig om lekker te mozaïeken. En Marieke, denk ik hoor, zonder iemand tekort te willen doen. Ik denk dat Marieke van de vrijwilligers de meeste uren heeft geleverd aan deze bank. Dus is er dus ook heel handig in. Dat is het verhaal. Hier staat dan freestyle. Freestyle die je nu ziet, dat zijn uitvergrote sneakers. De kinderen die dragen allemaal gymschoenen die heel kleurrijk zijn. En ik vond het wel mooi om te gebruiken hier bij die sportvelden. Pure uit de street dance. Ja, ik dacht, je moet ook weer. Nu dat laatste steentje erin. Ja, heb je het gezien? Ja. En dan begint u iedereen te applaudisseren daarna. Klap. De eerste Social Sofa in Soest. Ja, nou, dat is toch een historische moment. Hè? En dat er meer mogen volgen. Ja, dat er meer mogen volgen, vind ik ook. We gaan meteen de tweede aanvragen.